Ik had met mezelf afgesproken, ik ga 10 vlogs maken. En ik mag pas oordelen wat ik ervan vind aan het einde van die 10 afleveringen. En dat is een hele goede afspraak die ik met mezelf heb gemaakt. Want anders was ik al lang gestopt bij vlog 3. Ik merkte al gauw dat ik heel veel leuke reacties kreeg. Omdat ik het best wel over een serieuzer onderwerp heb. Het gaat gelukkig ook niet echt om die volgers. Tuurlijk, je ego krijgt af en toe een boost. Dus ja, weet je, nu vind ik het een hele mooie mijlpaal als ik op de 10.000 kom. Maar dat komt wel. Wat ik heb gemerkt, is ik zit in een niche. En mijn vriendin ook. Mijn vriendin, haar vlogs gaan over geluk. Mijn gaat over ondernemen. En je merkt gewoon dat je best wel een niche zit. Dus ik had al heel snel zo'n samenwerking met ING. Wat ik helemaal niet had verwacht. Weten ze wel dat ik maar 2500 volgers heb? Weet je, snappen ze? Ja, ja, nee, dat klopt helemaal. Maar je zit in een niche, hoog engagement. Dan dacht ik, oh ja, dat klopt wel. Oh, grappig. Dus, toen zijn we die samenwerking aangegaan. Zou je eventjes voor mij in ieder geval kunnen vertellen wat cultuur voor jou inhoudt? Ja, ja. De beschrijving is voor iedereen anders, denk ik. Ik denk ook niet dat er één goede, eenduidige beschrijving is. Maar als ik er naar kijk, dan is het eigenlijk de set van ongeschreven regels, de normen, waarden van een groep mensen, hun overtuigingen, waar ze in geloven, hun angsten en hoe ze met elkaar werk doen. En misschien een betere manier om het te zeggen hoe je het snel ziet, is hoe een medewerker zich gedraagt als de baas er niet is. Je hebt in elk bedrijf gewoon mensen die geen goede fit meer hebben met dat bedrijf. Er is niemand die de eerste dag op werk komt, hè, op zijn nieuwe baan, en denkt, zo, over 4 jaar ga ik hier de grootste azijnpisser worden. Hier. Maar toch gebeurt het. Sommige mensen gaan dan heel ver in een soort sabotagegedrag. En daar komen hele nare dingen uit in teams. Mensen elkaar niet vertrouwen en elkaar dwars gaan zitten. En heel veel politiek gedrag. Ja, dat kom je in organisaties tegen. En bij de ene organisatie zie je het heel veel. En bij andere organisaties gaat het wat beter. Als we zo'n kick-off doen van cultuur, dan zie je zo'n groep mensen in de zaal. Nou, dan staat de helft staat zo. Ja, ze vindt het allemaal heel spannend, van wat wordt er allemaal nou verteld. 10% staat zo, eindelijk, laten we iets gaan doen. Nou, die mensen, daar vorm je meestal het cultuurteam van. Nou, dan staat er 70% zo van, ja, geen idee, ja, het kan wel wat worden, maar ja, hoe gaat dit worden? En oh, daar zie ik wel een issue. En 20% staat echt zo, en staat met hun hoofd nee te schudden van, ja, jongens, dit gaat nooit werken. Nou, en je energie, denk ik, dat je moet focussen op die 10 en die 70%. Die 70% kan beide kanten op. De azijnpissers kunnen zo iemand meten, ja, gaat nooit werken. En dan heb je nog meer azijnpissers. Mm-hmm. Of ze kunnen de positieve kant op slaan. Dus dat is waar we nu onze energie op richten. En soms is het heel mooi als azijnpissers ook meegaan. Maar ja, soms is het niet anders. Dan lukt dat niet.